wel. Goedenavond, beste vrienden, kameraden, gezellen. Maar zeer blij dat ik hier vandaag ook als voorzitter van de Vlaamse Socialisten. In de aanloop naar de komende verkiezingen, zeer kort, ook hier en wat dunner, mag komen uitleggen wat de standpunten zijn van de SPA. De standpunten van de Socialistische Partij, zodanig dat je in juni toch eindelijk een keer een keuze gaat maken voor wie je zou moeten nu keuze maken. Goede vrienden, de standpunten van de SPA liggen vast voor de komende 27 jaar. 27 jaar die wij gaan onthouden en de annalen van onze partij die gaan geboekstaafd gaan als het tijdperk van de land. En eigenlijk zijn ze zeer kort samen te vatten. 1. De SPA moet opnieuw de partij worden van de kleine man. De socialisten worden opnieuw de partij van de kleine man. Er komen geen universitairen meer binnen. Behalve rechtstreeks als minister. 2. De SPA vindt dat het belangrijk is dat wij stoppen met dat gezwets over voetbal. Voortaan is basket de sport van de socialisten. Voortaan is basket de sport van de kleine man. En 3. Laat het voor iedereen duidelijk zijn. Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat mijn persoonlijk belang ondergeschikt is aan het belang van de partij. Het belang van de partij is ondergeschikt aan het belang van het land. En het belang van het land is ondergeschikt aan het belang van ons tuin. En voor wie er zou aan twijfelen, mijn persoonlijk belang valt natuurlijk samen met het belang van ons tuin. En wat het belang van Limburg betreft, nu we van Steve Theewaard vanaf zijn, kunnen we dat abonnement eindelijk opzeggen. Is dat voor iedereen duidelijk? Ik zie een aantal gezichten van mensen die mij niet al te goed begrepen. Van de begrip tussen kustgebieden hier, misschien een aantal lage spoeden tussen. Maar ik zie gewoon mensen die gewoon last hebben met mijn uitspraak. Ik heb daar begrip voor. Trouwens, er wordt dan gewerkt. Door dat gerust zeggen, wordt dan gewerkt. Ik volg nu uitspraakles bij dezelfde persoon die meneer Drupel Nederlands heeft gegeven. En voor degenen die mij nu niet begrijpen, gaan moeten leren van mij gewoon te begrijpen door te luisteren, totdat geen de vruchten van die behandeling gaat kunnen gooien. Dus dat gaat niet. Dat was geen probleem, maar ik ga het uitleggen. Eigenlijk is het moeilijk. Kijk, neem het verschil tussen het woordje gaas en het woordje gaas. Heb je het gehoord? Ach, heb je het gehoord, dat is het. Het geven ze daar geweest. Wat wil ik ermee zeggen? De politiek kreeg, hij zei altijd ja tegen de mensen. Maar... Ik ga het uitleggen. Samen met u ga ik het uitleggen. Ja, pas op, ik weet meer dan dat gedenkt hoor. Kijk, het verschil tussen het woordje gaas en het woordje gas. Rond een asielcentrum span men een gaas. Iemand die schrik heeft van zo'n asielcentrum, dat is een angstgaas. Zie je mee? Ik ga een ander voorbeeld geven. Politiek voorbeeld. Stemmen is altijd een kwestie van het juiste gokje. Ik ga nog een ander voorbeeld zoeken. De gelden van de SPA gangen in de gal. De gelden van de SPA gangen in de gal. Zie je ze gangen? Frank van der Broek was daar tegen.
En daarom gaat geen er niet tussen. Ik zie nog een paar gezichten. Ik kan nog één proberen. Als ik zeg dat ik de gulp van Elio Di Rupolo ga. Dan moet je daar niks vulgairs achter zoeken. Het enige dat ik daarmee wil zeggen, is dat ik wil dat gij achter mij staat. Ik had al gevreesd, dat ging ik niet. Daar nog goed van. Goede vrienden, ik denk dat iedereen nu klaar is om samen met mij opnieuw van de SPA een grote partij te maken. Een partij waar het goed toeven is. Een partij waar ieders mening telt. En onthou mijn slogan. Uiteindelijk beslist Johan. Ik dank u. Ja.